Reinier, het podium is voor jou. Dames en heren, ik neem u even mee in mijn proces. Gedurende deze woordenstroom van dingen zet ik dingen op papier. Dus ik schrijf, ik doe, ik kijk, ik hoor. En daar probeer ik dan chocola van te maken in de vorm van muziek en ethiek. Want dat is ook wel belangrijk, denk ik, in dit verhaal. Maar goed, misschien kan straks een robot dit ook allemaal. Ik begin alvast. Ik hoop dat u mij goed kunt horen, dat is belangrijk. Elise, Elise geeft les in filosofie in het begin. Kant, de stand van de krant. De digitale dubbelganger. De digitale dubbelganger, daar is ze het meest in geïnteresseerd. Wat is er aan de hand? Wat hebben we geleerd? Identiteit in een ander licht. Edison, het was een aankondiging van een heel mooi gezicht. Maar ook van dingen die we misschien niet zullen begrijpen en niet allemaal kunnen zien. Geeft Elise ons wat licht misschien? Nou, ik moet het eerst met mijn eigen ogen zien. Maar alles wat we zien is blijkbaar waar. Wat zit erachter? Wat zit erachter daar? Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat is toch wat we hoorden? Stop. Kan het nog alle kanten op? Laten we gaan, Hugo de Jonge met een banaan. Laten we gaan, laten we gaan. Simulo, simuli, simulacra. Simulo, simuli, simulacra. La, 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 la. Simulo, simuli, simulacra. Wat doet die fake met mijn chakra? Wat doet die fake met mijn chakra? Simulacra. La, 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 la. Dagelijks bezig met desinformatie, Michael Hameleers. Aandacht voor dingen die we al denken. Aandacht voor dingen die we al denken. We schenken aandacht aan wat we al willen zien. Misschien Tom Cruise met een lolly zien. Hoe kan die nou weten dat er kauwgom in die lolly is? Hoe kon die nou niet weten dat er kauwgom in die lolly zat? Oh, let op beeldkwaliteit. Let op, beeldkwaliteit is niet genoeg. Wie heeft belang bij deze waarheid? Dat is wat je vroeg. Wie heeft belang bij deze waarheid? Zou het een strategie kunnen zijn? Wat is het doel van deze mooie schijn? Wie kan eraan verdienen? Waar zit het geld? Macht en porno, is dat nou wat telt? Wie kan eraan verdienen? Waar zit het geld? Macht en porno, is dat nou wat telt? Ik krijg niet mijn zin en ik heb geen geduld. Weet je wat ik geef? Deepfake de schuld. Deepfake de schuld en corona bestaat niet. Want het komt me uit, want het komt me uit, want het komt me uit. Willem Hendricks komt verdedigen. Daar komt hij verdedigen. Het is een gesprek net zo oud als de stoommachine. Of misschien wel ouder en vertrouwder. Weet je nog toen? Toen kwam het internet. Niks veranderd. Ik kan u alleen iets bestellen zonder te bellen. Verder is alles gelijk gebleven, toch? Ja, Willem, maar toch is alles gelijk gebleven. Deep learning is slimmer dan de dokter zelf. En die assistente die nooit moe wordt. Die assistente die nooit moe wordt, waar gaan we die dan voor gebruiken? Wat gaan we die dan leren? Hoe maak je van een kleine worm een dikke slang? Ik ben bang dat we ze verschillende en rare dingen zullen leren. Het maakt me bang, of niet? Het is maar net hoe je het ziet. En dat leert Willem ons wel, dat leert Willem ons wel. Hoe kunnen we het tij nog keren?
De leugen zal altijd regeren. Hoe kunnen we de tijd nog keren? De leugen zal altijd regeren. Hey, we gaan de computer iets leren. Leren zonder regels. We gaan de computer iets leren zonder regels. Willem, hoe doen we dat in het onderwijs? Leren zonder regels. Hoe doen we dat in het onderwijs? Leidt ons in een hyperbol. Hoe doen we dat op school? Hoe doen we dat op school? Oh, een hyperbol. Hoe doen we dat op school? Hoe doen we dat op school? Gesprek, ethiek, laten we zijn als elastiek. De robot maakt muziek. Hoe kan hij leren improviseren? Oh, 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 waar gaan we naartoe? Ik ben nog niet moe. Oh, 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 waar gaan we naartoe? Ik ben nog niet moe. Mary Berghout houdt de chat bijna niet bij. Freek is in zijn met zijn bloesje, met zijn Hawaii bloesje veel te blij. En Lotte aan de achterkant. We zijn blij dat u hier vanavond en vandaag bent beland. Bij Mediawijsheid, bij dit gesprek. Hopelijk werd u wijzer en niet gek. Van alle informatie en hopelijk brengt het u meer. Geeft het wat licht in de toekomst, in de duisternis. Want dat is wat ons betreft niet mis. Wat licht in de duisternis. Goed dat u er was, en dank voor uw komst. Wellicht tot een volgende keer. Ik was Reinier, dank u wel. Goed dat u er was, goed dat u er was, goed dat u er was. En nou terug naar de klas. Of niet? Dit is het einde van het lied. Dit is het einde van het lied. Tot de volgende keer. Dank dat u er was. We zien u terug. Mediawijsheid. Dank u wel. Yes. Tot de volgende. Fantastisch, Reinier. Bedankt. Tot ziens, iedereen. Dag allemaal. Woe.